Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Kanijn Tikkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met dit mooie industriële frame van Riverdale. Echt een heel gaaf frame en we gaan een heel apart stuk mee werken. Heb je er zin in? Doe vast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed, die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt de vorige winactie gewonnen en je hebt een cadeau rond ter waarde van 15 euro die je vrij kan besteden in onze webshop gewonnen. Jij mag contact met ons opnemen via de mail en dan zorgen we dat de cadeau van jouw kant op komt en dan kun je daar gebruik van maken. Daarnaast hebben jullie ook nog een winnaar van mij te goed van de Facebook like en deel Facebook op Instagram actie. Die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt jouw resultaat naar aanleiding van mijn video's gedeeld op Facebook of Instagram. En daarmee heb jij ook een cadeaubon gewonnen ter waarde van 15 euro. Dus jij mag ook contact met ons opnemen. En dan komt de cadeaubon ook jouw kant op. En dan gooien we er gelijk weer een leuke winactie in. Wat moet je daarvoor doen? Laat even hieronder weten wat jij straks van deze video vond. Wat je van dit bloemstuk vindt en waarom. En dat doe je al mee met de winactie, dus dat is natuurlijk super leuk. En dan gaan we gauw aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we met dit frame aan de slag. Allereerst gaan we even een waterschaaltje in het midden plaatsen. Dat kan mooi, want er zit precies zo'n houder binnenin. En daarop komt een oase rondje. En vanuit daar gaan we heel veel vlechtwerk maken. Dus dat is heel erg gaaf met dit frame, omdat dit zoveel mogelijkheden heeft. Dus ik haal je even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst bevestig je eventjes het schaaltje met een beetje lijm. En daarop doe je het oase rondje. Wat we dan gaan doen is, we stoppen elke keer aan de zijkant er berengras in. Meestal doe ik er zo'n 3 tegelijk naast elkaar. Die zet je dan dicht bij elkaar. En daarmee vlecht je door het frame heen. Dus je gaat weven als het ware. Je gaat dan onder het frame door, dan erover heen. Onderdoor overheen. En in het begin is het een beetje lastiger, maar op den duur wordt het heel makkelijk. Omdat je dan het gevoel er ook bij hebt en je door hebt hoe dat werkt. Dus het is eigenlijk elke keer eroverheen, onderdoor, eroverheen, eronderdoor. En dan druk je hem aan naar binnen. En dit blijf je herhalen totdat je berengras eigenlijk op is. Vaak is het wat makkelijker om hem aan de buitenkant er doorheen te doen, omdat je dan iets meer ruimte hebt en hem dan in te schuiven en in het midden. En als je dan op het eind bent, en nu is het nog helemaal, je kan nu nog helemaal rond, maar straks kan dat niet meer. Dan doe je gewoon het eind naar beneden en straks aan de onderkant kun je dat dan aan het eind wegknippen. Dan komt het er wel vast in te zitten door de volgende. Nou, als je dat dan hebt gedaan, dan plaats je naast wat je net in hebt gestoken, doe je gewoon weer hetzelfde. Plaats je ook 3 berengrasjes. En waar je net dan onderdoor bent gegaan, ga je er nu overheen. Dus ik ben nu hier net onderdoor gegaan, daar ga ik nu overheen. En daar onderdoor. En daardoor krijg je heel mooi weefwerk in dit frame. Dus dan doe je gewoon weer hetzelfde. Hier ben ik net onderdoor gegaan, daar ga ik nu overheen. En dan geeft het een heel apart effect. Je kan het ook met elke keer enkele berengrasjes doen. Ik doe het nu met 3, zodat je een iets grover effect krijgt. Maar vind je het fijne heel erg mooi, dan kan je ook elke keer 1 berengrasje gebruiken. Dit is even een werkje, maar wel heel erg leuk. En het geeft straks aan het eind een heel mooi effect. Als je dan het frame helemaal hebt geweefd, dan ziet het er aan de onderkant zo uit. Nu heb ik hier aan de bovenkant ook alvast het volgende gedaan. Wat je doet, je werkt de berengras zo ver door dat je nog een klein stukje openhoudt hier. Dat geeft straks een mooi effect. En daarmee gaan we dit gedeelte maken. Ja, een mooi haakje als het ware. Daar doe je hem doorheen en dan buig je hem weer terug. En dan zet je hem daarna weer vast daarboven.
Dus daardoor krijg je een bolling in het stuk en creëer je ook diepte in het stuk. Dus je haalt hem door het ringetje heen. Als je dat klaar hebt, gaan we werken met de bloemen. Allereerst maak ik nog wat asparagus. Deze laat ik een beetje meelopen met het stuk en valt dan net over dat berengras. Je mag ook eentje wat meer in het midden creëren. Maar je kunt wel zien wat voor mooie diepte je krijgt in het stuk en hoe apart het dan wordt. Dan heb ik wat roosjes. Deze plaats ik mooi in het midden. Zet ik er wat korter in. En daarnaast heb ik nog wat Crasperia bolletjes en ik vind het leuk om die lang te laten en dan juist mee te lopen met het stuk. Je kan ze eigenlijk gewoon onder het frame klemmen. Op deze manier krijg je zo'n mooi apart lijnenspel. Kijk, je hebt al die diepte en het aparte van het berengras op het frame en op deze manier maak je het nog aparter. Gaan we nog even wat voorjaar toevoegen. Dit doe ik door bolletjes te gebruiken. Ik haal het zand eraf en spoel ik even het water eraf. En dan zet ik ze op een stokje, zodat je ze kan verwerken in het stuk. Hiervoor gebruik ik ook 3 bolletjes, maar je kan eigenlijk zoveel toevoegen als je wil. Als je wat meer in je potje hebt, kan het ook. De bolletjes zo gebruiken vind ik heel leuk nu in dit stuk. Je kan ze ook rechtop erin zetten, dat is net wat je zelf leuker vindt. Laat ik het weer meelopen in het stuk. En zo zweeft het als het ware een beetje weer boven het stuk. Zo krijg je een heel apart stuk. Je hebt ook niet heel veel ruimte meer in de oase, omdat je zoveel berengras natuurlijk hebt gebruikt. Maar ik vind het wel mooi om net even die roos toe te voegen. Om eens kijken hoe apart dit al wordt. Dan heb ik een mooie Egiferia. Het stuk wat we nu maken is daardoor echt heel sterk. Je kan hem heel lang goed houden. Ik heb de wortels er even afgehaald. Dat kan prima bij een Egiferia. En voorzichtig stop ik dan ook het stokje erin. En ook deze voeg ik toe aan het stuk. Ik maak hem nu neutraal wit, maar je kan hem natuurlijk ook met roze roosjes doen. Mooi een Silantia plantje. Dat doe ik op dezelfde manier. Doe het heel voorzichtig. Als je dat met te veel geweld doet, dan zal die uit elkaar vallen. Kijk eens hoe mooi. Dan voeg ik aan deze kant van de roosjes nog eventjes een klein Crasperia kort in. Laten we die kleur even mooi terugkomen. En straks gaan natuurlijk de nasjes gaan natuurlijk mooi bloeien. Dus dan komt die kleur van het geel ook weer terug. En de rest werk ik eigenlijk af met een klein beetje mos. Dan zet ik dat vast met een klein krammetje. Ik vind hem echt zo enorm leuk. Die diepte, dat is echt... Ik vind het heel mooi in het stuk en maakt het stuk ook heel apart. En het zweven van de nas is natuurlijk heel mooi. En helemaal als het straks gaat bloeien. Goed, we hebben natuurlijk nu het diepte in het stuk. Kijk hoe apart het zo is. Maar we kunnen die diepte nog meer laten zien door eventjes hier tussen een wat heldere kleur toe te voegen. En dat ga ik doen met wat... houten vlindertjes. Die kan je er gewoon oplijmen. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon zo laten als je dat leuker vindt. Ik gebruik hiervoor deze leuke vlindertjes. Ik haal ze gewoon van het nietzout af en dan lijm je ze hierop. En je kan ze her en der verdelen, maar ik vind het leuk om het in een rij te doen. En dan hebben we echt een super apart bloemstuk gemaakt met diepte, vlechtwerk. Heel veel technieken zitten hierin. Dus wat mij betreft echt een heel apart en leuk bloemstuk. Vind je dat nou ook een leuk bloemstuk of wil je hier iets over kwijt? Laat even hieronder een leuke reactie achter. Dan doe je ook mee met de winactie. En dan hoop ik dat jullie het weer een leuke video vonden. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulmijbloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. Heb je dus iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je dat ook delen op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Dat blijft gewoon doorlopen. Dus of er nou iets is met mijn pakket of iets zelf wat je leuk hebt geknutseld of gemaakt.
deel dat gewoon. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!